En hiertoe zijn we in gesprek met iemand die de coördinatie wil gaan verzorgen. En dit is ons inziens een goede stap in de richting om daar ook wat meer inkomsten te genereren. Vooruitkijken naar het nieuwe jaar kunnen jullie het volgende verwachten. Op dit moment zijn we vanuit de jeugdcommissie een werkgroep bezig met het verzamelen van informatie over G-voetbal. Zoals jullie weten is dit naast meisjesvoetbal een tak van sport waarin we graag actief willen zijn. Uit het oogpunt van onze maatschappelijke betrokkenheid, iedereen die bij onze mooie club wil horen, moet de gelegenheid hebben om actief lid te worden. Het onderzoek van de werkgroep moet leiden tot de haalbaarheidsanalyse en een rapport met aanbevelingen. Gebaseerd op de rapportage van de werkgroep zal het bestuur tijdens een van de komende algemene bestuursvergaderingen besluiten of Roda van het avondseizoen 2014-2015 wel dan niet actief zal zijn op het gebied van G-voetbal. Degenen die in november de ALV, de Algemene Ledenvergadering, hebben bezocht, weten dat wij ook druk bezig zijn met onderzoeken of het project De Vitale Sportvereniging voor ons een haalbaar iets is. De Vitale Sportvereniging vergt de betrokkenheid van uiteraard Roda, maar daarnaast ook van de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Goed, dan wil ik tot slot even nog opnieuw al een aantal mensen bedanken. Rood-Geel voor de prachtige kerstversiering, nieuwjaarsversiering nu. Ook de Beko voor weer het verzorgen van deze avond. En onze fotografen Annette van Raalten. Dankjewel. Goed, dan wil ik... dan wou ik eigenlijk die gewoon, maar ja, dan valt weer dik tegen. Oké, komt wel heel goed. In ieder geval wil ik toestand brengen op het nieuwe jaar. En ik hoop dat we sportief en ja, gelukkig nieuwjaar en veel gezondheid. Proost. Die we hebben, die is nou een jaar of 5, 6 oud, heb ik even laten vertellen. En die was al een beetje aan verwarring toe. Nou kan ik een hoop technische dingen gaan vertellen. De mensen die daar bezig zijn geweest, dat wil ik even speciaal noemen, dat zijn Peter Holteman, Rens ten Tusje en Dick Vloedgraven. En ik wil Dick Vloedgraven even vragen om jullie mee te nemen naar de nieuwe website, de ins en outs, daarover te vertellen. Applaus. Goed, welkom allemaal namens de webcommissie. Ik ben gezegend met een microfoon, dus voor iedereen die ik nog niet de hand heb geschud, beste wensen van deze plek. We zijn nu ongeveer een half jaar bezig met de bouw van een nieuwe website. Wat we eigenlijk al af willen hebben, hebben we niet gehaald. Wat we vaak horen, als iets niet goed is, dan hoor je het aan alle kanten. Als iets wel goed is, dan is iedereen wat moeilijker met
uitingen onze kant opbrengen. We willen een keer iets goeds opleveren. Theo Haar. Dus wat mij betreft mogen ze even naar voren komen alvast. Van Jan, de schoonzoon van, bij veel wel bekend, Gijs Polder. De man van diens dochter Tini. De broer van Harry en Benny Blow. De oom van Jordi en Tom. En vader van voorzitter van onze financiële commissie, Niek. Ik weet van hem dat hij totaal circa 20 jaar leider is geweest. Misschien wel meer. 21 jaar. En met name dan van de lagere jeugdteams. Hij is leider geweest van C3, 1 jaar van D7, 3 jaar van D4 en dus 13 jaar van D3. Daarnaast voetbalt Jan ook nog in de zaal bij de Gigantjes. Ik weet niet of dat een succes is, Jan. Wisselend, wisselend succes. Van Theo heb ik gehoord dat hij bijna 40 jaar getrouwd is met Tony. Een zoon heeft die Jordi heet. En dat Jordi destijds de keuze heeft gemaakt om stoppen met voetballen en de overstap naar schaatsen te maken. Theo komt van oorsprong uit Heten. En in tegenstelling tot de meeste van zijn oud-dorpsgenoten geeft Theo de voorkeur aan technisch goed en mooi voetbal. Theo is in 1995 gestart als leider bij de E9. D8 heeft hij 1 jaar gedaan, daarna 1 jaar D3, 3 jaar D4 en uiteraard 13 jaar D3. In totaal hebben Jan en Theo 17 jaar lang een koppel gevormd als leidertrainer van een elftal. Na de D3 in het seizoen 2012-2013 kampioen te hebben gemaakt, hebben zij ervoor gekozen om op een hoogtepunt voorlopig te stoppen als leider. Van Jan weet ik inmiddels dat hij zich in de toekomst weer zal gaan inzetten als vrijwilliger voor onze prachtige club. Van Theo weet ik dat niet, maar na de benoeming als lid van verdiensten kan hij daar naar mijn mening bijna niet meer onderuit. Om in aanmerking te komen voor de noeming van de lid van verdiensten is het dus niet noodzakelijk om altijd op de voorgrond aanwezig te zijn. Theo en Jan hebben zich jarenlang ingezet voor lagere jeugdteams. Het feit dat zij dit jarenlang belangeloos gedaan hebben, heeft het bestuur doen besluiten Jan Lo en Theo Hagen te benoemen tot lid van verdiensten van Roda Raalte. Even naar voren willen vragen voor de ondertekening. Ik weet niet, Paul, of jij ook nog even wat wil zeggen. Ik had ook een hele speech voorbereid over geen voetbal, meisjesvoetbal. Die allemaal voor mijn voeten weggemaaid. En ik kreeg heel subtiel aan de bar te horen dat ik geen half uur mocht speechen. Dus dat doe ik ook niet, Tom. Nee, volgens mij heb je alles gezegd, Paul. Maatschappelijke betrokkenheid. Roda meer dan 1500 leden. Volgens mij de allergrootste vereniging in de regio, midden in de maatschappij. Mijn zoon voetbalt hier zeer talentvol in de E13. Maar met hem ook zijn vriendjes, de ouders van de vriendjes. Ik kom hier iedereen tegen. En wat mij betreft geeft dat aan waar Roda voor staat. De verbindende factor in Raalte en regio, denk ik. Dus meer wou ik eigenlijk niet zeggen. Oh, dan gaan we over naar Raalte.